vanuit het hart van Westerwolde. Dit is GNA Media Nieuws. We staan hier op een landbouwperceel in Baanvleer West in Ter Apel. En achter mij, daar zie je het al, zijn ze aan het aardappelrooien met ouderwetse rooimachines. Er zijn er in totaal 3. Dus wij gaan even kijken hoe dat in zijn werk gaat. Zo, heeft die rappels er nu de om? Jazeker. Ja man. Eén keer ouderwets. Ja, inderdaad. Ah, maar opstartprobleem, maar dan hoop ik vanmiddag wat beter loopt. Ja, dus, hoe lang is deze machine al? Deze machine hebben wij gekocht uit Duitsland in 2018. Tegelijk met het trekkertje, zeg maar. Het trekkertje komt uit Balkbrug. En ja, mijn opa is er vooral met begonnen, zoiets. En toen was mijn pa die zei van, als ik eenmaal zo'n ding weer vind, dan wil ik wel geert zo heen en weer hebben. Ja. Ja. Nou, lang zuiken, hebben we wat vonden. En hebben we, ja, samen met mijn pa met zijn kameraden eigenlijk, die hadden het meest supercoraat. Ja. Dat wel technisch in orde maakt. En, samen met onze werknemer, Jens, die heb ik hem overspoten, zeg maar. Juist. En, een beetje oorigheid. Die kon nog net een beetje bezet voor de drakte aan eigenlijk. Dus dan moet je zoiets nou. Ja, dat is toch ook hartstikke mooi daar. Ja, zeker, zeker. We hebben Arjan de Vries erbij en heel veel tenaven gedaan. Die hadden allebei nog een climax. Arjan een met bunker. Heel veel een zonder bunker met een kippetje erbij achter. Ach, dat is wel uniek eigenlijk. Dus dat is wel mooi om kitten te zijn. Ja, een mooie grimmende machine eigenlijk. Ja, klopt, ja. Ja, iets unieks. Want, ja. Dus vis geen tweede van. Nee, zo is dat. Nou, heel veel succes straks. Ja, nou, dankjewel. Ben je aan het discussiëren met je baarden? Ja, dan moet je je mannen al in mijn geld doen, ja. Ja, zo is dat. Ben je tevreden over de machine? Ja, best. Ja hoor. Ja. Super ding. Hoe oud is deze machine alweer dan? Hoe oud is het? Ze zeggen ongeveer 1960. 1960. Precies de baan, joh, weet ik niet. Oké. Het schouder is aan van de lessen die zo goed leverd is. Maar de achterlap, dat is al aan met bunker. Ah, kijk. Hoe lang hebben jullie dit al? Twee jaar. Oh, kijk. We gaan er helemaal wennen. Ja. Maar hij doet het goud. Ja hoor, wel best. Nou, vol succes nog even. Ja, gaat lukken. Kom gauw. Bij ons start Harry Kuper. Harry, hoe organiseert dit soort evenementen voor mij? Ja, er is een beetje niks zomaar komen. Maar ik wil denken, even, organiseren wil ik net niet zeggen. We zijn gewoon aan de gang. We zijn wilders mooi met een paar roommachines aan het doen. En dat doen we nou. En mijn dochter heeft het op Facebook gezet.
En dit is het resultaat. Misschien wat er staat van volgen, dat ik je nu op rekening gezegd. Maar ja, goed. Het is lekker druk, zo te ja, zeggen. Ja, ja, dat valt me eigenlijk 100% mee. Ik ga ringen, hoor. Er komen anderhalf man in peren komen. Maar, ja, dat is een beetje meer wat. Dat is een beetje meer, ja. Ja, mensen trekken er ook een beetje op buurt natuurlijk, hè? Ja, het is ook mooi weer natuurlijk nou, hè? Ja, het is schitterend mooi weer. Je hebt helemaal weer bij het Eraperoen. Ja, ja. Hey, Harry, heel veel succes vandaag. Maar dat zal wel lukken van mij, als ik dat publiek allemaal zo zwaai. Denk ik wel, hè? Hey, we hebben een topdag vandoor. Helemaal goed. Bedankt. Media voor al uw videoproducties.